Het RTV Arnhem Jaaroverzicht. Welkom bij het RTV Arnhem Jaaroverzicht 2018 van de maand januari en februari, waarin we terugblikken op het glazen balkon aan de Eusebiuskerk, het jongerendebat in het Rozet en het burgerinitiatief voor het bestemmingsplan van Elderveld. De gemeente Arnhem moet zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Dat vindt D66 in de gemeenteraad. Raadslid Yvonne van Hamersveld legt uit wat die alliantie inhoudt. De motie Statiegeldalliantie die wij 29 januari gaan indienen, die houdt in dat wij het gaan ondersteunen, de Statiegeldalliantie, tegen blikjes en flesjes die je dan kunt inleveren voor geld. En op deze manier hebben we een stok achter de deur voor bespreking in de Tweede Kamer op 2 maart. En het zou mooi zijn als Arnhem zich daarbij aan zou sluiten. Wie nemen er allemaal deel aan die alliantie? 17 gemeentes en allerlei milieuorganisaties en gewoon heel veel burgerinitiatieven. En ook grotere organisaties die ook zich bezighouden met plastic soep. Dus het is vrij breed. De gemeenteraad heeft zich maandagavond gebogen over laaggeletterdheid. Nog veel bewoners van de stad kunnen slecht lezen en schrijven. Gastspreker was de inhoudelijk deskundige Maurice de Greef. Hij schetst het probleem. U heeft vandaag een presentatie gegeven over laaggeletterdheid. Kunt u daar iets over vertellen in het kort? Nou ja, laaggeletterdheid is een probleem eigenlijk wat meer de levensdomeinen bestrijdt. Dus je ziet dat mensen die minder goed kunnen lezen of schrijven, dat die ook problemen hebben in hun zorgsituatie, op het werk en ook in hun privéleven. Dus dat zien we heel veel. En we zien dat het percentage in de gemeente Arnhem toch een redelijk percentage is van 8-11% van de mensen. We hebben het nu vandaag over laaggeletterdheid. Wat doet de gemeente Arnhem op dit moment al om laaggeletterdheid te verminderen in Arnhem? Nou ja, we hebben ons programma volwasseneneducatie en dat is heel erg gericht op het voorkomen van laaggeletterdheid, maar vooral ook het aanpakken van laaggeletterdheid. Het punt is dat als je niet blijft lezen en blijft schrijven na je middelbare school, dat je dat gewoon kwijtraakt. Ik weet van oudere mensen die gewoon jarenlang niet lezen en schrijven, dat ze geleidelijk die vaardigheid kwijtraken. Buurtbewoners maken zich zorgen om het effect van de geplande nieuwe ingang van winkelcentrum Presikhaven op het verkeer. Tijdens de gemeenteraadsvergadering spraken maandag 8 omwonenden over de bouwplannen. De ingang moet de Lange Wal met het Gildemeesterplein verbinden. Uit een rapport van onderzoeksbureau Goudappel Koffeng blijkt dat de drukte toeneemt op de Lange Wal als hier een ingang en uitgang komen naar de parkeerplaatsen op het Gildemeesterplein. RTV Arnhem sprak met Bram Deriks, bestuurslid van De Stoere Houtman, en met Sander van Os, ontwikkelaar NEOO. U heeft vanavond ingesproken in de gemeenteraad omdat u zich zorgen maakt over de nieuwe ingang van winkelcentrum Presikhaven. Kunt u wat over vertellen? Nou, 5 jaar geleden is het afgesloten. Dat had als reden dat daar heel veel ongevallen gebeurden, dat het veel te druk was en zo. En nu willen ze die weer openmaken en dat willen we liever niet. Omdat de Albert Heijn en de Aldi die komen daar, daar zijn we heel blij mee met het nieuwe winkelcentrum. Alleen dat trekt heel veel verkeer aan en dat gaat straks allemaal over de Lange Wal rijden naar die nieuwe, via de nieuwe aansluiting, omdat via de IJsselaan kan het ook, maar daar heb je verkeerslichten. Dus dat is veel langer. Dus we krijgen straks heel veel extra verkeer op die plek. En daar zit op dit moment al de bussen die stoppen daar. Dus er zit heel veel in- en uitstappend OV-verkeer. Daar zit het Rijn-IJssel-college met alle studenten die overstappen. Dus je hebt daar heel veel zaken al bij elkaar. Het is heel weinig ruimte, want hij schuift ook nog iets op richting het westen, waar het eigenlijk nog veel smaller is. Dus ja, het wordt alleen maar onveiliger daarvoor. En daar zijn we heel erg bang voor. Wat ik net geprobeerd te vertellen heb, is dat voor Wereldhaven, die sinds 2015 eigenaar is van dit winkelcentrum, het van belang is dat dat winkelcentrum weer beter gaat functioneren. Er waren steeds meer winkeliers die weggingen en steeds minder winkeliers die kwamen. Dus er was duidelijk een dalende lijn. Daarvoor is een groot plan gemaakt. Onderdeel van dat plan is het beter bereikbaar maken van het winkelcentrum en het beter verdelen van de belangrijkste winkels over het winkelcentrum, gewoon door de veranderingen over de tijd. In dat plan was opgenomen dat de Albert Heijn en de Aldi zich zouden moeten gaan vestigen op de plek van de voormalige HEMA. En dat de HEMA verplaatst moest worden naar het centrum van het plan.
Nou, dat plan is nu vol in uitvoering. HEMA is ondertussen verplaatst. De winkels of de winkelruimte voor Albert Heijn en Aldi is vol in aanbouw en bijna af. En het laatste belangrijkste puzzelstukje is dat het parkeerterrein rondom die twee nieuwe winkels aan de oostzijde van het winkelcentrum gewoon weer beter bereikbaar wordt. En die bereikbaarheid is niet goed genoeg te organiseren door middel van betere bewoordingen of betere verwijzingen. Daarvoor is echt het maken van een nieuwe aansluiting dan wel op de Lange Water of de Lange Wal noodzakelijk. Waarbij die aansluiting op de Lange Wal verreweg het meest kansrijk en veilig is. Bij station Arnhem-Zuid moet een school verrijzen, het Quadraam. Daar zijn sommige omwonenden niet blij mee. Zij zijn een burgerinitiatief begonnen. Afgelopen maandag werd het onderwerp behandeld in de gemeenteraad. Vanavond werd het burgerinitiatief met betrekking tot wijziging bestemmingsplan Elderveld besproken in de raad. U verschilde daarin van mening met Arnhem Centraal. Ja, dat is inderdaad zo. De Arnhemse Oudere Partij die vindt dat bewoners, Quadraam en de gemeente aan tafel zouden moeten gaan zitten om met elkaar te bespreken wat de beste oplossing is. Zodat er ook garanties zijn voor de toekomst en dat niet opeens weer de school wordt uitgebreid. En ja, daar zit gewoon niemand op te wachten. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat in de kwestie van Quadraam in Elderveld, dat er naar de burgers geluisterd wordt. Ja, de bewoners hebben in dit geval gekozen om een initiatief in te dienen, een bewonersinitiatief. Dat is best uniek, dat bewoners zelf zeggen en het zelf op de agenda van de raad zetten. Dat geeft ook gewoon aan dat ze het belangrijk vinden. Ondanks dat wij zeggen van het is nog te weinig om nu te zeggen van we gaan die bestemming naar natuur veranderen en die school komt hier niet. Zitten er gewoon zaken in en dat hebben we helemaal met de bewoners besproken van nou stel je nou voor dat niet natuur kan worden, maar die school komt er wel. Wat zijn nou dingen die heel belangrijk zijn dat ze nu worden meegenomen in de plannen als wij in maart het bestemmingsplan krijgen voor die school? Nou die punten die hebben we samen met bewoners in een amendement gegoten. Die heb ik vanavond aangekondigd. Ik proef nog wel wat twijfel, want ik zie dat veel partijen zeggen van nou ja, we hebben heel veel vertrouwen in de toezeggingen van het college. Maar wij zeggen als mensen, bewoners hier in de raad komen om ons als raad te vragen van doe iets. Dan vind ik dat wij als raad ook best aan de voorkant kunnen zeggen van oké, dan vinden wij het ook belangrijk om dat geluid, als we het daarmee eens zijn, om dat mee te geven aan het college van ga er mee aan de gang. Ook al hebben ze het misschien al toegezegd, maar een bewoner leest misschien geen raadsbrieven, die weet niet hoe ze met toezeggingen om moeten gaan, die kunnen een college er niet op terugvragen. Dat kunnen wij wel en daarom zeggen wij van nou willen wij dat graag in een amendement verwoorden. Zodat bewoners straks ook naar huis gaan en echt denken, ons initiatief heeft ook tot een beter plan geleid. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Heugelijk nieuws vandaag. Het balkon hangt eindelijk. Ja, een van de twee hangt. En het past allemaal precies op de millimeter. Echt vakwerk. Dus u bent een tevreden man hier? Ja, ik vind het heel mooi. Dit is natuurlijk een mijlpaal. We zijn er al jaren geleden mee begonnen. Eerst met het idee en dan de uitwerking. De vergunningsprocedure, voorbereiding en dat soort zaken. En als die dan uiteindelijk hangt. Nadat we hem ook nog twee keer takelen hebben moeten uitstellen vanwege te harde wind, dan ben ik wel heel blij. Ja. Want wanneer is het helemaal af, het balkon? Het balkon, dat is eigenlijk is deze, die is al keurig opgehangen, moet nog nagesteld worden. Die andere die wordt er vanmiddag tegenaan gezet. De komende twee weken worden alle trappen gemonteerd. Want straks ga je... Als je naar de balkons gaat, ga je door de toren, zeg maar, langs het carillon naar die balkons. Dat wordt nog extra leuk. Maar die trappen, die moeten nog gemonteerd worden. Maar dat komt over een week of twee. Oké, en het staat hier al een geruime tijd in de stijgers. Heeft u enig idee wanneer het hier het algemene plaatje af zal zijn? Ja, nou, ik heb daar heel precieze ideeën over. Want eigenlijk waar we nu staan... Dat is een heel bijzonder plekje, want over een week kunnen we hier niet eens meer staan. Want dan is dit deel van de steiger is alweer in het proces van demontage. We willen over een maand willen we aan deze helft van de toren willen we alle steiger hebben gedemonteerd. En dan in eind juni, juli... ook de andere kant van het middendeel van de toren willen we dan vrijmaken van stijgen. Dus het schiet op.
Wethouder Ritsema zegt op 27 november 2017 toe te inventariseren welke maatregelen ter bevordering van toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een ander werkend lichaam al genomen zijn. Tot op heden heeft de Raad nog geen uitkomsten gezien van de inventarisatie. Verslaggever Maarten Venhovens vroeg aan PvdA-raadslid Erik Geving en wethouder Geert Ritsema hoe het nu verder gaat. Erik, ik hoorde dat je nogal flinke reactie had richting het college over de toegankelijkheid van gebouwen. Ja, de Partij van de Arbeid, Arnhem staat op dit moment 71ste als het gaat om toegankelijke steden in Arnhem. Dat wel 22% van de mensen in Arnhem op een of andere manier een iets anders werkend lichaam hebben. En wij vinden gewoon dat Arnhem nummer 1 op dat lijstje moet staan. We hebben daar in november geprobeerd een motie voor in te dienen. Dat is niet gelukt. Toen heeft de wethouder een toezegging gedaan dat hij een inventarisatie zou maken van alles wat wij al doen om onze gebouwen toegankelijk te maken. Dat zijn onze gemeentelijke gebouwen. Maar ook wat kunnen we doen richting projectontwikkelaars van particuliere gebouwen. Die toezegging is die niet nagekomen. Nou is er inmiddels wel een raadsbrief en heeft de wethouder nu gelukkig wel toegezegd dat die Arnhemse norm gaat komen. Wat ons betreft moet die er gewoon komen. En dat begint met om bij de inventarisatie aan te geven waar het nou wringt. Want wij horen dat de ondernemers wel heel graag willen, maar dat het soms weer tegenstrijdige regelgeving is waarom ze niet kunnen. Dus ze lopen tegen de muur op. Die willen wij onderzocht hebben. Nu in april krijgen wij een inventarisatie. Dan weten we ook de problemen waar we tegenaan lopen. En dan kunnen we daar ook oplossingen voor zorgen. Uiteindelijk om met z'n allen. Want ook een ondernemer wil graag dat zijn pand gewoon voor iedereen toegankelijk is. De PvdA heeft een tijdje geleden natuurlijk een motie ingediend. En daar heeft u een antwoord op gegeven. Het antwoord komt erop neer dat het college vindt dat de gebouwen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dat alle Arnhemmers mee moeten kunnen doen. Ook degene die een lichamelijke beperking of een geestelijke beperking hebben. De PvdA die heeft vandaag best wel van mij kritisch naar u toe geuit van goh, het mag wel een tandje sneller. Ja, hoe staat u daar tegenover? Kijk, je wil natuurlijk dit soort dingen zo snel mogelijk doen, maar je moet het ook zorgvuldig doen. Diegene die nu problemen hebben met de toegang tot gebouwen, zelf gaan vragen wat zijn nou jullie ervaringen en op basis daarvan het probleem gaan aanpakken. Ja, en dat kost net iets meer tijd. Wanneer kunnen wij verwachten in ieder geval de resultaat van het onderzoek? Nou, het college heeft toegezegd binnen 2 maanden een inventarisatie. Hè, dan weten we dus wat de problemen zijn en wat de knelpunten zijn. En dan willen we voor het eind van het jaar komen tot een, dat heet dan de Arnhemse norm voor toegankelijkheid van gebouwen. Er is een soort regels waardoor mensen met een fysieke of geestelijke beperking volop kunnen meedoen in de Arnhemse samenleving. De Arnhemse fractie van D66 wil in Arnhem een pilot realiseren voor het legaliseren van de hennepteelt. RTV Arnhem-verslaggever Maarten Venhovens sprak met D66-raadslid Matthijs Loor en met Scott van den Broek van het CDA, die tegen de pilot is. Het legaliseren van de achterdeur van de coffeeshops is echt een heel lang gekoesterde wens van D66, ook in Arnhem. We zijn heel blij dat er nu landelijke mogelijkheid komt voor gemeentes om pilots in te dienen. En we zouden het vinden het heel belangrijk dat Arnhem een van die pilots kan worden. Eventueel in samenwerking met Nijmegen en met Wageningen. Nou, wij vinden vooral, laten we nou eerst even wachten wat landelijk beleid gaat worden. Kijk, wij hebben hier een stelling in een debat, een jongerendebat. En wiet is natuurlijk daar een hot item. Dan wordt er heel snel geroepen, ja, dat moeten we naar Arnhem halen, die pilot moeten we naar Arnhem halen. Maar we weten A, niet hoe die eruit komt te zien. B weten we überhaupt niet wat de gevolgen zijn en daarvan zeggen wij, daar vinden wij het te vroeg om te zeggen, ja die pilot die moet hierheen. Dus laten we nou eerst afwachten dat het voor ons duidelijk is wat het precies in gaat houden en dan kun je altijd de afweging maken, ja of nee. Het is en blijft ook landelijk beleid. Kijk, daar gaan wij als gemeente in eerste instantie niet over. Je merkt inderdaad wel de beweging, ook met CDA aan het roer, nu samen met D66 en VVD en de ChristenUnie. Die hele pilot, dat onderzoek, dat neigt te gaan richting legalisering. Maar we moeten niet op zaken vooruit lopen. Nou, de gemeente hoeft het niet zelf te doen, maar ze moet er wel heel dicht bovenop zitten. De moeilijkheid is, kijk, idealiter zou de wietteelt helemaal legaal en vrij moeten zijn. Maar het is nu een illegale sector. Het is een sector waar in heel veel landen heel veel crimineel geld mee gemoeid is. En dat betekent dat als je die stap wil zetten naar legalisering, dat je dat heel zorgvuldig moet doen. Dat betekent dat de gemeente Arnhem daar inderdaad een rol in moet spelen. Dat we dat goed moeten monitoren. Dat we moeten kijken welke ondernemers daar een rol in kunnen spelen. En dat we op die manier ons best moeten doen om die pilot ook te laten slagen. Want aan een mislukte pilot heeft niemand wat. Dan lossen we het probleem nog niet op. Monique in het Veld is de nieuwe directeur van Focus Filmtheater Arnhem. Ze was de afgelopen 5 jaar werkzaam als directeur van Stadstheater De Bond in Oldenzaal.
In het veld heeft een groot hart voor theater, maar zo mogelijk een nog groter hart voor film. Ze studeren film en opvoeringskunsten in Nijmegen. Verslaggever Jan Willemsen sprak met Monique in het veld. Mevrouw in het veld, u bent de nieuwe directeur van Focus. Vandaag een preview gehad. Wat waren uw indrukken? Ja, geweldig natuurlijk. Ik heb het al een keertje eerder mogen zien. En de bouw schiet enorm goed op. Het wordt steeds mooier en je gaat steeds beter zien hoe prachtig het straks gaat worden als het één keer geopend is. Is ook een nieuwe uitdaging voor u, want het bezoekersaantal moet omhoog om het... Nou, laten we zeggen, rendabel te houden, zoals ze dat noemen. Hè? Ja, dat klopt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Want sowieso hebben we natuurlijk een schaalvergroting. Van 3 zalen gaan we naar 5 zalen. We gaan veel meer activiteiten organiseren rondom film heen. We krijgen een bloeiende horeca die ook nog mensen gaat aantrekken natuurlijk. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan halen. De bouw van Museum Arnhem staat al een tijdje stil. Het museum sloot afgelopen november zijn deuren voor een stevige renovatiebeurt. Maar de gemeente kan geen geschikte aannemer vinden om de bouwplannen te verwezenlijken. In de gemeenteraad is met name de oppositie erg kritisch op verantwoordelijk wethouder Gerry Elfrink. Er is een probleem met het museum. Er was begroot, zeg maar, bedacht dat het 15 miljoen zou gaan kosten, de verbouwing op de berg. Er blijkt nu dat er een aannemer is die 10 miljoen meer vraagt voor die verbouwing. Dus ja, daar hebben we wel een probleem. Er zijn een paar opties en in de krant stonden er 2. En het is zeg maar dat je er meer geld bij doet of dat je het ambitieniveau verlaagt. Maar voor de VVD is er nadrukkelijk, heel nadrukkelijk, een derde optie. En dat is ook eigenlijk weinig nieuws als je kijkt hoe we de afgelopen jaren tegenaan hebben gekeken. En dat is dat wij heel graag het museum in de binnenstad zouden willen hebben. Dus echt in het centrum. Daar hoort een museum. Daar kan een museum ook... Nou, daar kunnen alle bezoekers ook meteen de binnenstad bezoeken. En je hebt ook vaak, als je zo'n iconisch gebouw neerzet, dat er omheen ook heel veel gebeurt ten goede van de stad. Dat zie je bij Rosette. En dat zou je ook in dit geval dan weer kunnen zien. Dus we hebben ons eigenlijk de afgelopen jaren neergelegd bij het besluit van het college van het komt op de berg. Maar nu zien we ook alweer een mogelijkheid om te denken van ja jongens, misschien kan het dan toch nog alsnog in het centrum. In 2004 heeft de Arnhemse gemeenteraad het Groenplan Arnhem 2004-2007-2015 vastgesteld. Dit plan is aan herziening toe. Het gaat dan met name om de visie over het groen. Hoe wil de raad de komende jaren omgaan met het groen in en om de stad? Dit is namelijk de afgelopen 15 jaar sterk veranderd. Met deze nieuwe groenvisie legt de Raad voor de komende jaren de koers vast voor het groenbeleid. Een robuust groen-blauw raamwerk. De stedelijke hoofdgroenstructuur voor de stad en haar inwoners. Verslaggever Maarten Venhovens vroeg GroenLinks en Partij voor de Dieren fractievoorzitters en lijsttrekkers Katelijne Bouwkamp en Leo de Groot wat zij vinden van de groenvisie. Het is heel belangrijk dat we een groenvisie hebben als stad. En het is ook belangrijk dat je daarbij kijkt naar de toekomst. Wat wil je nu als stad zijn, maar wat wil je straks ook als stad zijn? Nou ja, wij willen natuurlijk graag een groene stad zijn, want dat kenmerkt Arnhem heel erg. Dus dat is goed dat we daar nu een plan voor hebben liggen waar we over gaan stemmen. Wij vinden het wel heel erg belangrijk als GroenLinks dat we daarbij kijken, wat moeten we daarvoor gaan doen? Een visie is een vooruitzicht in de toekomst. Die zegt, ooit willen we daar belanden. En wij vinden het als GroenLinks dan heel erg belangrijk dat we nu ook gaan kijken, wat is er dan nu voor nodig? Welke stappen gaan we nu nemen om te zorgen dat we dan straks in de toekomst ook nog steeds die groene stad zijn die we nu zijn en waar we allemaal trots op zijn. En je zegt al geld. Wat zou je graag anders willen hebben? Of wat zou je willen toevoegen aan het plan in ieder geval? Nou, wat wij in ieder geval heel erg belangrijk vinden is dat het groene karakter zoals we dat nu kennen in Arnhem, dat overeind blijft staan. Maar we zien daarbij wel dat groene karakter met name bijvoorbeeld in Arnhem-Noord heel goed is ontwikkeld. We hebben hier ook hele grote bijzondere bomen staan, monumentale bomen. Maar we zien dat bijvoorbeeld in wijken in Arnhem-Zuid vaak minder is. En wij zouden het heel mooi vinden als er daar ook meer aandacht voor komt. Dat we bijvoorbeeld ook kijken als we nieuwe wijken aan gaan leggen in Schuitgaaf. Of als we bijvoorbeeld in de Laarwest een aantal zaken gaan herontwikkelen. Kijk dan ook met die projectontwikkelaar waar kunnen we ruimte maken om ook bijvoorbeeld monumentale bomen te krijgen, extra groen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat Arnhemse kinderen waar ze ook wonen altijd gewoon makkelijk buiten kunnen spelen.
Nou, allereerst is het natuurlijk mooi dat er een groenvisie ligt. Ik denk dat niet alle gemeenten in Nederland dat kunnen zeggen, dat ze zo duidelijk kiezen voor groen. Arnhem geeft ook aan dat een van de punten waar wij ons op willen profileren, dat is groen. Groen, energie en op innovatie die we hier ook kennen. Wat dat betreft is het heel belangrijk dat wij het groen ook serieus nemen. En daarin gaat de Partij voor de Dieren net weer een stapje verder dan vele andere partijen. En dat merk je ook tijdens zo'n debat. Dat wij voorstellen om het groen ook serieus te behouden, aan te geven dit is structureel groen. We willen graag dat er vaart achter gemaakt wordt, dat dit structureel groen ook echt behouden blijft en dat er niet een projectontwikkelaar kan komen die zegt van goh, het is toch wel mooi om hier wat gebouwen neer te zetten, want op dit moment komt het goed uit. Wat zou je graag anders willen? Nou, wat ik graag zou willen horen, en dat is eigenlijk dat het Arnhems groen ook echt beschermd blijft. Dus dat we niet bouwen voor de rijken in het groen. Dus er liggen van die plannen en dan vraag je je af van wat willen wij nou in Arnhem aan die mensen die hier wonen, wat willen we ze nou geven? Ik denk dat de Arnhemmers trots zijn op hun groen en dat we dat gewoon tot het uiterste moeten behouden. Burgerparticipatie staat hoog op de agenda met het wijkgericht werken. De groenvisie geeft richting aan de initiatieven en participatieprocessen. De groenvisie past binnen het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Gelderland. De eerste schaatsmarathon op natuurijs gaat aan Arnhem voorbij. Onafhankelijke ijsmeesters hebben vastgesteld dat het ijs in het Twentse Haaksbergen beter geschikt is dan dat van de Arnhemse ijsclub Tjalf op het Kranenveld. Goedemiddag allemaal. De bevinding is dat we hebben op verschillende punten geboord. De verenigingen hier in Arnhem die hebben ook echt stinkend best gedaan. En die hebben ook weer echt een mooie ijsvloer neergelegd. Chapeau voor alle vier de verenigingen. Er zijn twee die echt voorop lopen in deze strijd. Arnhem en Haaksbergen. Feyenoord Nieuw-Amsterdam. Die zijn al drie nachten in touw. En elke dag verliezen ze weer totaal door de zon, totale ijsvloer. Dus die gaan weer opnieuw beginnen. Ook vannacht hoop ik. Noord-Laren is goed bezig. Alleen Arnhem en Haaksbergen, ja, die liepen voorop. Haaksbergen die is goedgekeurd door de KNSB. Ja, en hier in Arnhem op veel punten hebben we een goede meting kunnen doen. Echter de verste bocht, helaas, daar hebben we geen goede meting kunnen verrichten. Daar missen ze nu nog iets. En dat betekent dat de eerste marathon natuurreis dit jaar gaat naar Haaksbergen. En wel morgenavond in Haaksbergen, woensdagavond, daar gaan we dan van start. Woensdagavond vond het jongerendebat de grote Waarom moet ik stemmen show plaats in Rozet. Een debat exclusief voor jongeren. Presentator Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland zorgt voor een samenhangend geheel. Het debat is georganiseerd samen met 8 politieke jongerenorganisaties uit Arnhem. Matthijs van Loor van de D66 en Scott van den Broek van de CDA die gaan discussiëren over de volgende stelling. Gooi de winkels op zondag gewoon dicht. Arnhem moet mee. Arnhem moet mee met de andere gemeentes. De winkelier weet wanneer zijn klanten boodschappen willen doen en daarom moet dat ook op zondagochtend mogen. Het vind moet ik niet, het mag wel. Vind ik wel gevaarlijk van D66. We zien in verschillende steden, ook in Arnhem, geven ook de lokale ondernemers aan dat ze het bijna niet meer kunnen behappen als ze ook nog eens een keertje de hele zondag open moeten. Het RTV Arnhem jaaroverzicht.